Dank u wel, voorzitter. Meneer Alexander, u heeft maandenlang de bevolking voor de gek gehouden met een zogenaamde expertengroep die in een andere wereld leeft en waardeloze rapporten schrijft. Weet u wat ik doe met dat rapport? Dat doe ik daarmee, premier, want het is niets waard. Denkt u nu echt dat de mensen een winkelkar kunnen vullen door trager te rijden op de autosnelweg, groene investeringen te promoten en de BTW op energie opnieuw te laten stijgen? U doet niets terwijl het water van de mensen aan de lippen staat. Ze trekken het gewoon niet meer. En dat komt allemaal omdat uw regering niet overeenkomt en omdat u geen rosse cent in de kas heeft om echte maatregelen te nemen die de koopkracht moeten versterken. En dat allemaal omdat het Belgische systeem zo rot is als wekenoude appelmoes. Verdorie, premier, doe eens iets voor de bevolking. En Boucher heeft voor één keer gelijk. U bent een prut. Dank u wel. Mag ik u vragen om uw papieren mee te nemen, alsjeblieft?